falling for nobody else but you. Guess where wij zijn? In de Efteling! 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 Een hele goede morgen! En welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn wij in de Efteling! Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Vandaag is de nieuwe regen. We zijn diehards. Elk jaar gaan we. En vandaag is een nieuwe attractie geopend. Symbolica. En ja, daar ben ik wel heel veel zin in. How about you? Oh ja, welkom. Ik ben Matieke Elisabeth. Leuk dat jullie kijken. Vandaag ben ik samen met Romee en Luna. Zoals gewoonlijk. En ja, ik heb heel veel zin in deze dag. Dus ik keep you posted. Ja, ik ben... Vandaag zijn we in Efteling. En zoals jullie zien hebben we heel veel likes. En heel veel abonnees. Even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Let's go! It's crazy. 120 minuten gaan. Het is echt ziek mooi. Wauw. 120 minuten voor 2 uur. Kijk die wachtrij, dat is echt niet normaal. Ik ga even een foto maken. Gaan we gewoon in de wachtrij staan? 2 uur, hè? 2 uur, hè? Ja? Oh. Wow. Ja, maar kijk hoe ver dat het doorloopt steeds. Want hij is volgens mij nu open, denk ik. Ja. Maar dit is echt niet normaal. We staan in de wachtrij. 2 uur. Fucking 120 minuten, hè? We gaan een symbolica. Wat zegt Monika? Dat gaan we gewoon doen, jongens. Gewoon. We gaan het gewoon doen. Yep. Zin in. Nu staan we daar 2 uur lang buiten in de regen. Nee, want het gaat nou naar binnen, hè? Met de Pluutie. Ja, maar dat is echt... Komt Groentie. Komt Groentie. Ik heb er zin in. Hebben jullie er ook zin in? Auna. Hebben jullie er zin in? Net stak je al in mijn ogen. Ja. Dat is echt... Wil je nog iets zeggen tegen de kijkertjes? Ja, dat ik eruit zie als een zombie. Oké. Wij dachten dat we klaar waren na een rondje zigzaggen. Van een uur. Van een uur. Maar dat is dus niet het geval. Kijk maar even. Kijk maar. Daar moeten we heen. Toch? Daar moeten we heen. Daar moeten we heen. En we moeten hier nog langs. Ja, fun. Fijn. Beetje jammer dit, Efteling. Beetje jammer. Top Efteling. Thanks. Maar ik heb er wel veel zin in. Laat het maar een goede rit zijn, anders moet ik echt met. Jas. We zijn er bijna. Na 2 uur. Na 2 uur. Eindelijk. One eternity later. Een officieel bezoek aan onze koninklijke hoogheid, koning Pardalfus. King Pardalfus. Koning Pardalfus. De one. Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. You want to go to the Palace of Fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Ha ha ha!
Een interactief dashboard! Oh, dan kan je dus kiezen welke dat je wil! Oh, ja. Ik heb heel de rit gefilmd. Echt, dus, dit was echt... Het was crazy! Dank hem ook voor de Efteling. Dank. Efteling, congrats to you. Fantastisch. We houden van je. Dus ja, wat gaan we nu doen? Echt gewoon zo gedetailleerd. En zo. Ik kan gewoon... Met al die taal. Ja. Oh, dat rook zo lekker. Ik kan het met woorden niet uitbeelden. Nee, wat ik ervan vond. Ik kon die gezicht uitdrukken van ons al, weet je. Dit was echt... Ik heb heel de rit lang met mijn mond open gezeten. Ja. Van, what the fuck is dit? Dat is amazing. Dus als je in de Efteling bent en er staat 120 minuten wachten, doe het, echt. Het is het waard. Het is het waard. Op zich, ja, 2 uur is natuurlijk lang, maar als je gewoon kletst en je eet, je was het is nu kijken, zo. Het is nu 12 uur, dus ja, we hebben nog een hele dag. We hebben nog gewoon 11 uur te gaan hier, hè? Ja, daarom. Dus ja. Ik heb er in ieder geval nog steeds heel veel zin in. Ook. Dit wordt een hele lange Efteling vlog. Dit wordt een hele lange Efteling vlog. 1 uur. Nou, dat is misschien te lang. Nou, wij gaan nu in ieder geval OMW naar de Droomvlucht en zo. De man die je achter ons ziet wilde heel graag in beeld zo te zien. Villa Volta. Die kant op in ieder geval. Ja, en de kaartjes halen. Oh ja. Ravelijnkaartjes halen. En ja, let's go! Schattie, waar gaan we heen? Droomvlucht. Yay! Romee, heb je er zin in? Ja. Het is pas de tweede attractie. Ja. Het is echt niet oké. 1 uur. Bijna 1 uur. Ja, en we hebben kaartjes gefixt voor Ravelijn. Oh my god! Jij bent bijna op je muil. Ik bijna op mijn muil. Voor de derde keer vandaag. Oh, ik heb een blaar volgens mij aan de zijkant van mijn voet. Ik ben ook zo alleen, zo alleen. Ja, je moet even mij hier mee filmen als we gaan huppelen, Loen. Ja, en ik moet ook nog een keer bij jou huppelen. Ja, Loen. Naar ons huis. Hier horen wij thuis. Villa Volta. Bij lelijke ja, zombies. Huis dat omdraait en shit doet en ja. Waar wij vorige keer mislukt in werden. Oh, ik ben dronken, shit. Kut. Ik heb nog een kater. Die ga ik gewoon inhouden, hè? Niet. Niks actiefs. Dan weet iedereen. Dan weten al die 160 abonnees, die weten allemaal dat jij een kater hebt in de Efteling. Van één glaasje wijn. Ik heb 1 euro op en bijna 1 glaasje wijn. Ah joh, 1 fles maar. En pis, 1 fles maar, jongen, ik ben helemaal nog. Ik ben al dronken. Doe mee! Ja, dat is wel.
fijn gehad met de drooglucht en de Villa Volta. En nu gaan we naar het plein met alle draaimolens. Ja, leuk. Ik krijg echt een lamme arm hiervan. Heel de dag. We gaan in de draaimolen. Kind worden, wat we niet meer dus zijn. Nee, wij niet. Wij lijken ook echt in 12 of zo. Nee. Spreek voor jezelf. Zo, oké. Ik ben pas 13. Maar goed, we gaan nu naar de draaimolens. Yes. Hi, wij zitten lekker. Oh, wacht, maar dan kan ik hem niet omdraaien natuurlijk. Dit is zo leuk. Oh, kleine kinderen. Wow! En ik zit hierin. Maar ik beweeg niet. Zit ze hoor met de tassen. Zit ze hoor. Ja! Ga zo snel. Oh, ik heb een bandje gehad. Luna die is dik. Aan het inspecteren hoe de vogel. Nee, maar hij loopt zo. Ja, nu weer hem zielig. Net noemde hij hem nog. Oh, kijk, een kuiken! Oh. Oh. Kijk, zie je wel? Dat is gewoon een dikke zwelman. Hij staat stil. Ja, de vrouw in. Invalide in. Of waar zo. Gaan we in, kids? Fata Morgana. Selina is aan het werk. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een vriendin van mij en die werkt hier. Yes. Lekker haartjes kammen. Ik moet er wel goed uitzien, hè? Hebben jullie er zin in? Ja. Ik vind het wel leuk. Ze hebben de ritssluiting weggewerkt. Werd er nou een foto van ons gemaakt? Goedenavond. Is het al avond? Ja, het is officieel avond. Turn up. In ieder geval, we zitten nu te wachten. Jongens, ik kan het zo natuurlijk niet vloggen. We zijn in ieder geval aan het wachten op de trein. We hebben net gegeten bij de Steenbok. Heel culinair. Heel culinair. En we hebben een gast. Namelijk. Selina! Selina is nog nooit in mijn vlog geweest. Hallo. Mensen. Nou, dan was Raaflijn. Ja, dat was een niet een Raaflijn. Maar hey, Selina. Selina is. Je bent gewoon een oud klasgenootje. Wow. Ja. Je bent niet officieel een klasgenootje meer, want we zijn geslaagd. Oké. Okay. Oh ja, en we hebben trouwens popcorn gekocht. Ja. Laat eens even zien, Romee, hoe big dat is. Nou, ik ga huilen. Oh, wat. De wifi doet het niet. Hij gaat dit aan, uit. Ja, maar wij zijn heel netjes. Dat is van mij vorig jaar ook. Van mij vond ik helemaal gevallen. Nou ja, we wachten nu dus op de trein. En dan gaan we naar Ruigrijk. Dat is het enige rijk dat ik beter moet noemen, doe. Daar niet van. We gaan in de achtbaan. Hé, Luna? Leuk, in de achtbaan. Ja. Ik ga buiten zitten. Nee. Ik had onze tassen bewaken en al die blokken opgereden. Ja. Nou ja, we zien jullie zo meteen. Joe. Wij gaan gewoon. Ja, fuck it. Wacht. Zo gaat dat. Dat was niet jouw
Waarom is het klein? Dichterbij! Dichterbij! Terwijl ik aan het vloggen ben, want niet op die manier. Maar kijk, als je zo meteen, mensen kijken echt heel raar naar je als je zeg maar, ja, maar een camera in je handen hebt. Filmen in de Villa Volta. Ja. En dan zo'n jongetje voor. Oh, kijk papa, ze is aan het vloggen. Shout out naar dat jongetje Do. Als je dat kijkt, hey. Zo'n kind is zo van, ja, ik ga niet moet het eigenlijk vloggen. Oh, heb je vloggen nou? Ja, maar ik heb maar 43 volgers. Oké, dat was zo cute. Ja, me is like. Hey, hoeveel volgers heb je dan? 160. Oh, nou, dat is best veel eigenlijk. Niet als je het vergelijkt met een knol van 1,5 miljoen. Ja, let maar op. Nu zit ik in je vlog en nu krijg je echt af. Oh mijn god, er kwam een lijf even voorbij. Wow. Ik krijg echt een lamme army van. Ik maak op jouw kanaal, dus ja. Ik hoop eigenlijk dat we op tijd zijn. Want onze Ravelijnshow begint om 8 uur. En het is? Hoe laat? 7:30. Dit is echt crazy. We're done in my kit. We're strong, independent woman. Strong, independent woman. Nou, kids. Hou doen. Ah, mijn arm. Ik ga stoppen. Ja, neem het maar over. Ja, oké. Okay. Nee, hoeft eigenlijk niet, want we staan in de wachtrij. Wachtrij. Nou, bye bitches. En nu komt er een verhaal waarvan ik weet dat iedereen me gaat uitlachen. We zaten in ieder geval in de trein en kwamen langs Efteling Radio, waar op dat moment Ralf Makkenbach aan het optreden was. En 8 jaar geleden was het echt de jeugdliefde van mij en Luna. En moesten we dus op de foto gaan, want ik had hem nog nooit ontmoet en Luna ook niet. Dus we zijn weer heel snel en hysterisch teruggegaan. En konden we uiteindelijk nog een foto maken met Ralf. Dus Ralf, thanks voor deze middag. Ik vond het ontzettend tof. Aan al het moois komt helaas ook een eind. Zo ook aan ons dagje Efteling. Op dit moment lopen we terug naar de ingang. Daar gaan we nog even kijken bij Aquanura. En dan is ons dagje helaas al voorbij. Ik spreek jullie zo meteen nog even bij de ingang. En ja. Doe als een duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. Ik vind die lichtjes genoeg. Go! Zoals ik net al zei, komt dan al het moois een einde. Dus ook aan deze vlog. Op dit moment lopen we uit de Efteling. Wat ik niet leuk vind. Zo dikke rietgeur daar. Ja. Rietjes in de Efteling, jongens. In ieder geval wil ik jullie bij deze bedanken voor het kijken.
dik van de man. Thumbs up this video if you liked it. Subscribe is down below. Abonneer op dit kanaal. Ja, abonneren. En ja. Doei. Bye. Ik zie jullie woensdag. Woensdag of zondag? Ik ga het morgen uploaden. Ik zie eruit als een beek. Wat ga je doen? Ik zie jullie volgende week weer. Doei.